als ik vertel dat ik ruim een week geleden in de hutty van Appie was bedoel ik niet dat ik op een joviale manier over een filiaal van een supermarktketen met steunkleur blauw wil hebben dan heb ik het over de legendarische muzikant Appie Timmer en diens hutty is ook niet een sallandse kindertaal voor een schuilplekje als ik zeg dat ik in de hutty van Appie was betekent dat dat ik me in een kroegachtig gebouwtje bevond tevens studio en oefenruimte achter het woonhuis van Appie Timmer te Enschree. Een bijzonder pandje, want de muzikant bouwde het... in jaren 25 geleden zelf... van bij elkaar gescharrelde bouwmaterialen. Hij noemde het hutty als eerbetoon aan de firma Hutten te Rossum die hem de kozijnen doneerde. En in dat hutty is heel veel muziek ontstaan. De hutty is de onderbelicht onderdeel van het Twentse muziekleven. Daar zijn liedjes geboren, daar zijn bandjes ontstaan... en daar in dat hutty van Appie was ik een dikke week geleden... Vier jaar terug was ik ook in dat pandje. Toen ging het gesprek over het feit dat Appie gestopt was als muzikant. Het drumstel was verkocht en Appie vertelde met smaak... hoe hij zich de afgelopen veertig jaar door het Twentse muziekleven had geslagen. Hij zat in tal van beroemde orkesten. Hij liet de hoes zien van een LP die ze met Teach In hadden opgenomen. Room 115, dat natuurlijk uitgesproken moest worden als Room 115. Genoemd naar de hotelkamer in Den Haag waar ze de hoesfoto's hadden gemaakt... Met de single Regrets hadden ze een wereldhit in handen, hadden de hoge heren van hun plaatmaatschappij CBS volgehouden. en de LP die werd goud. Let op hun woorden. Daarmee zou Tichin de aandacht weer wereldwijd op zich vestigen. Ze mochten voor de opname naar Engeland, naar de studio waar de jongens van Ten cc al hun plaat hadden opgenomen. De plaat was afgemixt in de vermaarde Soundpush Studios in Bladicum. Het was 1980, vijf jaar nadat de groep het Eurovisie Songfestival had gewonnen. Maar van de Songfestivalbezetting was alleen Appie's buurman Coach Versteeg nog over. Van de nieuwe bezetting met, veel, met verder onder andere Bert de Brugge, Betty Vermeulen en Appie zelf natuurlijk, was topkwaliteit. Ja, en dan vraag je Appie hoe het kan dat niemand ooit over die plaat gesproken had. Dan vertelde hij dat van die single Regrets alleen in Australië een paar exemplaren waren verkocht. En die LP, nou, de banden waren dus ineens verdwenen. Bij CBS zeiden ze dat ze waarschijnlijk waren verbrand. Die plaat is er dus nooit gekomen. Alleen de hoes hing er. Ja, over dat soort dingen hadden we het vier jaar geleden in de hutty. Het verhaal kwam in Silver Magazine terecht. En toen was het ineens ruim een week geleden. Weer in de hutty bij Appie. Waar Appie vertelt dat hij bericht heeft gehad... dat die banden van Teach-In na ruim veertig jaar boven water waren. Gereinigd, gemixt en binnenkort worden ze op LP uitgebracht in Amerika. Tros laat hij op de computer wat hoogtepunten horen... Maar het is niet de reden waarom Appie deze week... allemaal mensen uit het muziekcircuit heeft uitgenodigd. Er moet een formele zaak worden afgehandeld. Appie gaat emigreren naar de geheel andere kant van Enschede. Voor kennis van Twekkeleveld naar Boswinkel. En als je op je 73ste het huis waarin je nog met je ouders hebt gewoond verlaat... dan is dat wel een momentje van bezinning. Want die zelfgebouwde hut, hoe legendarisch ook, neem je bijvoorbeeld niet mee. Stenen gebouwtjes laten zich sowieso slecht verhuizen. Appi heeft zich voorgenomen dat voordat hij zijn woonhuis voor goed verlaat, dit hutje, deze gedenkwaardige plek heilig verklaard moet worden. Nou is bekend dat je bij heilig verklaringen het beste paus kunt inschakelen. Maar omdat Appi niet zeker wist of de kerkvader wel van bier hield, besloot hij tot het uitnodigen van muziekvrienden. Velen kwamen langs. De mannen van Highway, Nobo's, Tichin, heren van Twente, Trip to Trip, de firma Broer Kortimmer, zoon Dennis Timmer... Van de buffoons kwamen onder andere Koos Heel, Koos Kip... en ook Teun, die eigenlijk Gerard heet... maar die desondanks altijd met Teun wordt aangesproken. Bijna iedereen dronk bier en niemand verliet de ruimte... zonder openlijk het unieke karakter van dit hutje te onderstrepen. Muzikant Adi Schelen verzorgde vanuit Groningen... via Facebook nog voor een heilig verklaring. Kortom, het was duidelijk. Hier had de paus weinig aan kunnen toevoegen. Appie wel, want bij zo'n treffen van muzikanten... komen de verhalen van vroeger ook weer boven... En voor mij de mooiste herinnering staat op naam van Appie zelf. Ze stonden ooit uit te laden bij het wapen van Bekken. Het was de tijd dat ze gemiddeld per week de muziek van een bruiloftje of drie, vier, misschien wel vijf zorgden. Toen kwam er een ander orkestbusje het parkeerterrein oprijden. Wat ze daar kwamen doen, informeerde Appie. Spelen natuurlijk was het antwoord. Nee hoor, zei Appie, wij spelen hier. De agenda's werden erop aan nageslagen. de datum klopte, maar de band van Appie was een jaar te vroeg. Met de heilig verklaarde hut kan de emigratie worden ingezet. Het komende politieke klimaat mag dan voor muzikanten van nu weinig goeds beloven. Voor Appie als voormalig muzikant, is het goed nieuws dat het ministerie van Landbouw tegenwoordig ook visserij aan de naam heeft toegevoegd. Want laat visserij nou zijn grote hobby zijn. Aan de waterkant zitten met een hengel, een ferme sigaar in de mond en een paar biertjes binnen handbereik, dat is een van Appi's favoriete bezigheden. De eigen visserij. Ja, die zelf al een paar jaar geleden zelf verklaard.